Goedendag beste kijkers, mijn naam is Rakesh Jagru en ik heb zelf een milieuachtergrond, milieukunde gestudeerd. Ik ben 4 jaar geleden begonnen met het kweken van vis in Suriname, omdat ik zie dat er op het gebied van tilapia en kwikwi weinig is. Er is heel veel vraag naar vis, vooral de kwikwi in Suriname. Veel mensen houden van de kwikwi, maar er is eigenlijk niemand die op een commerciële waarde kwikwi gaat kweken. En 4 jaar geleden ben ik samen met mijn vader begonnen om dat te doen. We zijn intussen 4 jaar verder. Ik laat jullie straks het proces zien hoe dat allemaal gaat. En de bedoeling is om in de komende jaren dit verder te gaan uitbreiden. In samenwerking met LVV. Zodat we straks goedkoper vis kunnen gaan eten. Jullie weten allemaal dat op dit moment vis in het binnenland is helemaal vervuild. Je weet niet waar je vis tegenwoordig vandaan komt. Op de markt, overal. Ik heb niks tegen de mensen die vis verkopen op de markt. Maar we willen allemaal straks gezond vis eten. Onze gezondheid wordt belangrijker. En vandaar is dat wij op een hele andere manier vis kweken. Met een ander woord genoemd, noemen we dat aquacultuur. Jullie zullen zien straks dat ook gebeurt, hoe dat gebeurt. Aangekoppeld heb ik ook aquaponic erbij. Samen met vis kan men ook groenten gaan kweken. Voor Suriname ideaal. Iedereen wil in Suriname productie hebben. Dit zijn een van de manieren om te gaan produceren in Suriname. We zijn niet afhankelijk van weersomstandigheden. Jullie zien het nu. Regen, groente wordt duur. Als we straks met dit processen bezig zijn, is dat helemaal niet meer nodig. Ik laat jullie zo dadelijk de processen zien hoe dat allemaal gebeurt. En het ligt aan de kijkers hoe jullie ermee omgaan. Of jullie dit proces verder willen gaan uitbuiten en verder groot gaan willen brengen, zodat we in Suriname kunnen gaan produceren met het achtergrond, met het idee om te gaan exporteren. Dit zijn drijvers. Je ziet ze drijven op het water. Tilapia's eten namelijk boven. Ze komen boven eten. Vandaar dat dit voor ze is, die drijf. Dit zijn sinkers. Als ik dit in het water gooi, dan zakt die direct naar de bodem. En daar zie je de kwikwis meteen komen eten. Waar maak ik daar heb ik al een beetje 250 kiepjes. Wat zijn de kleinste kiepjes die jullie gezien hebben? Oké. Okay. Misschien vind je het leuk om hier te zijn. Dit zijn kiepjes van een week en een dag oud. Dit is dan de mannetje vis, hè? De vadervis die het beschermt.
Je ziet dat het geen kleintje is. Ik heb acht vrouwtjes hierin en één mannetje. Dat is die. Ja, de vrouwtje die komt niet meer in de nest. De vrouwtje is er puur voor om te leggen. Hoeveel vrouwtjes gelegd hebben weet ik niet. Dat ga ik zien aan de hand van de eieren wanneer ik het ga oogsten. En donderdagavond of vrijdag ga ik het oogsten. Want als ik het daarin laat, dan gaat de overleving niet heel zijn. Hoe lang laat je de nest? Ze hebben de nest gisteravond gemaakt. En gisteren tussen 10 en 2 uur hebben ze gelegd. Dus vandaag is de eerste dag. Dan tel ik vandaag dinsdag, woensdag en donderdag kan ik de nest oogsten. 3 dagen. Na de tweede dag oogst ik hem en dan broed ik het verder kunstmatig uit. En dat heb je een grote tank? Nee, ze gaan eerst in een 20 liter emmer. Daar broed ik hem eerst in uit. En van daaruit laat, als alles is uitgekomen, dan hevel ik ze over naar een grotere tank. Dan gaan ze naar de grow-out tank. Maar je moet nagaan, ik weet dus nog niet hoe groot een nest is. En aan de hand kan je praten over een... Tussen de 5 en de 250.000 kleintjes, fries. Ja, zou kunnen, omdat ik nog niet weet hoe groot het is. In de natuur is er maar 5% die het overleeft. En bij mij heb ik meer dan 50% die het overleeft. Je ziet hem, zolang wij hier zijn, gaat hij constant zwemmen. Hoe oogst je dit? Het proces van oogsten, wat is het? Ik haal de eieren eruit weg. Ik haal die eieren helemaal weg, dat ik alleen maar de eieren in mijn hand heb. En die zet ik weer over in een andere proces. Dan gaat het weer naar een ander proces. Hierin, als ik het laat, gaat hij hierin uitkomen. Ga ik ze niks meer aan kunnen doen. Wanneer ik het weghaal... En ik ga ze verder zelf uitbroeden. Dan heb ik het in controle. Dan zie ik wat er overleeft. Ik kan ze van hieruit direct in de andere overzetten. Dit water is al een beetje vies ook. Dus ze hebben vreselijk schoon water nodig. Waterkwaliteit is vreselijk belangrijk voor ze. Om te overleven. De eieren zijn in de eerste dag. Vandaag zijn de eieren helemaal geel. En naarmate de dagen verstrijken. Voor de derde dag dan is het helemaal zwart. En op het moment dat ze zwart zijn, dan weet je dat ze al gaan uitkomen. Het nest zit allemaal bij hier ergens. Ik heb soms dat ze een nest maken, maar na 2-3 dagen dan zakt het nest helemaal in. Waarom dat gebeurt, weet ik niet. Dit is het eerste jaar dat ik hiermee te maken heb gekregen. Maar deze schijnt wel te zijn, want het is een vreselijk grote nest wat hij heeft gemaakt. Hoe lang laat u dat mannetje erin? De vrouwtjes zitten allemaal erin, maar die mogen niet bij het nest komen. Maar hoe lang laat u dat in de verkoop? Die zijn voor de verkoop, ja. Wat kost ongeveer een laagje? 3,50. Voor nu is het 3,50, omdat de afzet nog niet dusdanig groot is. Maar we zijn nu bezig met Gardenia Aquatic Fish om cursussen te draaien. Zodat wij willen mensen trainen die straks zelf commercieel vis kunnen gaan kweken. En
In het verleden heb ik met de overheid gepraat, met LVV. En die zei, Rakesh, begin een hatchery op te zetten. En ik heb het dus gedaan. Dus na volgend jaar, dan denk ik dat de visprijs vreselijk zal dalen. Wat mijn vingerlings betreft. Want dan heb ik nu een vaste aantal mensen aan wie ik constant vis ga moeten leveren. Dus we zijn al zover dat we exact weten hoe we de kwikwis en de tilapia's moeten broeden. In een maand, dat hangt er vanaf wat de afzet zal zijn. Maar met een... Ik heb daar voor in mijn aquarium heb ik 5. Ik kan per maand met die vissen kan ik zeker 3000 fries hebben. En hoe lang duurt het proces? Tussen de 6 en 9 maanden. Maar wij zijn nu bezig om te kijken of we binnen 240 dagen de vissen dus rond de kilo kunnen krijgen. Want met slagkippen kan het. Ja, die grote van mij die je daar ziet zijn bijna een kilo. Ik doe de rode en de zwarte. De zwarte heb ik in die andere bak. Die kan je, ja. Ik wil niet dat ze moeten mixen met de rode. Ja, die heb ik. Ik zal gewoon zo van. Want ze zitten allemaal namelijk in deze hoek hier. Dit is een mannetje. Dat zie je aan het haakje hier. Wanneer het broedseizoen is, dan krijgen ze een vreselijk grote. Hiermee verdedigt hij zijn nest. En hier heb ik een vrouwtje en ze ziet dat die het niet heeft. Van haar is ze veel kleiner. Rechter, eleganter en van een mannetje is al dezelfde size om en bij, maar van hem is veel groter en gekromd. En deze vrouwtje heeft het niet. Zo zie je het verschil. Nog 30 centimeter. Je ziet dat deze heeft ook eieren. Je ziet dat dit breed is. Deze is ook veel groter dan deze. Je weet, dat is nog gesloten seizoen, hè? Je mag niet met... Dus als de politie nu meepakt, is het 100 SAD per vis, per kukwi. Nee, ook niet. Je mag nergens in Suriname hebben. Je mag hem meteen bezit hebben. Ik mag kweken. Ik doe geen roofbouw. In december mag je ze gewoon vangen. Maar mei, nu is een grote regentijd. Dan is er een stopverbod vanaf april volgens mij tot 15 juli. Dit zijn de formaten die ik in de tank heb. Hoe lang is 6 tot 9 maanden. Ja. Nee, ze verkopen... Kukus wordt per kilo verkocht. Surinaamse kukui kost volgens mij rond de 30 SAD voor... 7 of 8 zou het moeten zijn. Ja. Dat is de prijs wat men betaalt. Maar ja, ik snap het niet. Er zijn zoveel, de meeste Surinamers vinden vissen leuk. Kukus lekker. Maar hij wordt toch geïmporteerd.
En er is niemand eigenlijk die kunstmatig... Ik ben de enige, denk ik. Die kunstmatig uitbroedt. Er is niemand anders. Men heeft wel een vijver ergens achter op het erf. Van Aimi Abi. Ze leggen wel genoeg. Maar je moet nagaan. Als een vis 5000... Laten we uitgaan van 5000 kleintjes. Na... In 3 maanden tijd zouden we daar moeten kriolen van vissen. Van kukwis. Maar dat heb je niet. Omdat er maar 5% is die het overleeft. Dus ik hoop zo dat we op deze manier de hele vissector een beetje een push kunnen geven. Want dat is een grote afzetmarkt van kukwis. Onze Surinamers zitten in Nederland. Ze vinden toch de Surinaamse kukwis veel lekkerder dan de buitenlandse. Dus. Ze blijven daar om oud te groeien. Dus zodra ze wat groter worden. En dan kijken we, dan zetten we ze waarschijnlijk. Gaan we ze weer in die grote bak zetten. Dan hebben ze wat grotere, met meer ruimte nodig. Dan gaan ze in een andere bak. Dus. Dat hangt er vanaf. Ik moet kijken wat mijn overleving is weer. Want ik heb er zijn twee fases waarin heel erg vervelend is. Ze gaan dood, daar kan je niks tegen doen. En die fases moeten we even voorbij. Ze hebben 2 momenten waar ze doodgaan. Dat is een natuurlijke dood. Daar ga je niks aan kunnen doen. Dat is van nature. Dan verlies ik om en bij een 14-20%. Verlies ik. En daarna komt het eigenlijk. Voer is ook vreselijk duur. Ik koop een blikje voer. Wat ik gebruik speciaal voor ze. Kost om en bij 1000 SRD in Suriname. Daar kan om en bij een jaartje mee. Maar dat hangt vanaf hoeveel fries ik heb. Ik heb nu constant fries. Dus... Ook mijn aquarium vissen, dus dat gaat vrij snel. Dus 1000 gulden voor een blikje. Ik heb hem voor jullie voor, kunnen jullie straks zien. Ik ben nu bezig met uitbroeden. Ja. Yes. En samen met mijn vis doe ik dus mijn groenten erbij. Dit water, het water wat ik voor mijn vissen gebruik. Het water voor mijn vissen wordt gefilterd in de bak. Dit is een filterbak. In dat buisje daar wordt die extra gefilterd. En dat komt naar mijn planten. Dus bij dit systeem hoef ik niet te gaan bemesten. Ik hoef niks te doen. Ik kan even mijn wortels laten zien van mijn... Van het dagoblad. Ik heb soepgroenten. Mijn soepgroenten heb ik pas geoogst. Dus, je ziet ook dat ik plant in... Mijn medium waarin ik plant is spons. Dit is gewoon de spons waarop we slapen. We deden vroeger in hydrokorrels. Maar dit is moeilijk te vinden in Suriname. Je kan het niet constant vinden. En het is duur. Terwijl dit in Suriname wel te vinden is. We hebben hier genoeg foamfabrieken. En ik heb nu een fabriek gevonden die samen met mij dit wil doen. Ze worden voor me speciaal in reepjes gesneden. De dikte bepaal ik zelf wat ik wil. En zij snijden het voor me op maat. En ik maak dan zelf hoe dik ik ze wil hebben. Hoe breed ik ze wil hebben. En dan plant ik erin. Je ziet het. De wortels komen helemaal eruit. Ja. Hierin kan je beter zien. Dit is ook gewoon spons. En hierin kan ik... In mijn systeem kan je eigenlijk alles planten. Laten we zeggen, bladgroenten doen het beste hierin. Amsoi, paksoi, kaisoi. Ik heb soepgroenten. Ik heb basilicum. Ik heb nog sla hierin. Ik heb nog zilveruitjes. Taierblad. Wat kan je nog meer in planten? Alle bladgroenten. Voornamelijk bladgroenten. Kousenband kan ook. Ik heb in mijn andere bak heb ik hydroponic. Daar heb ik een paprika die al vruchten draagt. Maar dit is gewoon een spons. Is makkelijk. Ik weet niet of ik hier moet slaan. Hierin heb ik geen wortels. Het viswater uit mijn tank is in principe al bemest water. De voedingsstoffen van de vissen, een beetje grofweg gezegd, de scheiterij van de vissen, dat is mijn bemesting.
Dus ik hoef hier niks te doen. Ik hoef geen extra bemesting toe te passen of wat dan ook. Ik moet alleen maar zorgen dat de hoeveelheid vissen en mijn planten in balans is. Dat is het enige waar ik op moet letten. Je kan niet veel planten hebben en weinig vissen. Dat gaat niet zijn. Maar je kan ook niet te veel vissen hebben en weinig planten. Dan heb je te veel. Ja, heb je te veel. Dus het moet in balans blijven. Je ziet mijn basilicum, hoe mooi die groeit. Ik liet net het sponsje zien, maar ik zie mijn basilicum. Klein, kort. Ik heb mijn visvijver, dat water uit mijn visvijver, ik zal het even laten zien. Maar het is een self-cleaning tank. Dat wil zeggen dat het water automatisch, je ziet een buis daar binnenin. Dat water, dat komt automatisch hierin, gaat door die buis en komt in mijn filtersysteem. Ik heb hier een filtersysteem. Dat water wordt daar gefilterd, komt eruit. Ik heb een pompje. Hierin wordt hij nog een keer gefilterd. In mijn biologische filter. Alle grove deeltjes die worden nog eruit gehaald. En hieruit wordt het water hierin geperst. Via dit systeem. Mijn buizensysteem. Ik heb hier een kraantje. Ik kan bepalen hoeveel water ik erin wil hebben. Dit water komt hierin. De planten nemen het op. En uiteindelijk gaat het via een ander buisje komt het weer terug erin. En dit proces gaat constant door, 1 x 24 uur blijft het doorgaan. Dus ik heb niks te doen. Ik bespaar 95% water. Ik heb water voor mijn vissen, die zwemmen al erin. Dus ik hoef in de regentijd of in de droge tijd hoef ik me niet druk om te maken met te veel water, te weinig water. Ik hoef niet te bemesten, want mijn vissen zorgen ervoor. Ik moet alleen goed voor mijn vissen zorgen. Jullie hebben net gezien, ik heb ze gevoerd, hoe actief ze eten. Dus dan weet ik dat mijn vissen goed zijn. Ja. Twee keer voer ik ze per dag. Dus ik weet dat dat goed zit. Dit is niet arbeidintensief. Normaal, wanneer je in de grond gaat planten, dan moet je gaan schoonmaken, je moet gaan wieden, alles en nog wat. Met dit systeem hoeft het niet. Je bespaart 95% water, het is niet arbeidintensief, je hoeft niet te bemesten. Je hebt geen last van diertjes, beestjes, aaltjes in de grond. Het enige wat er is de opzet is een beetje duur. De investering is een beetje duur die je moet doen. Ja, dat is het enige. En voor de rest, maar ja, het is een eenmalige investering die je doet. Als je commercieel meegaat, kan je na 6 weken al je centen mee verdienen. Want als je nagaat, amsoi, paksoi, soepgroenten, die kan je al na 6 weken beginnen te oogsten. Dus na 6 weken begint het je geld al op te leveren. Dus het ligt aan de mensen zelf wat ze willen doen. En voor een family farming, die mensen die het willen doen, is dit interessant. Weinig tijd. Weinig ruimte. Op een ruimte van 1x4 kan je 500 plantjes kwijt. Ah, sorry, ik lieg. 100 plantjes. 1x5. Per buis heb je 20 gaten. Dus ga er maar vanuit. 5 buizen is 100 plantjes kan je zetten. Voor een gezin van 4 is dat ideaal. Je kan in je eigen behoefte voorzien. Je hebt ook vis. Dus je voorziet ook je eigen eiwitten, proteïne, alles. Dit is te klein. Ik zou eigenlijk nog meer moeten hebben. Ik zou hem eigenlijk meer moeten hebben, maar ik heb ruimtegebrek. Dit is een model wat ik heb opgezet. Ik krijg elke dag mensen hier thuis die willen zien hoe dat ding werkt. Die willen informatie hebben. Ik heb gisteren nog LVV hier gehad. Mensen van de PTC. Die gaan een onderzoek ook naar doen. En ze hebben me ook samenwerking gevraagd. Dus de mensen komen. Ik laat de mensen het systeem zien hoe het werkt. Vissen, dit. En nou, dan denken de mensen zelf na of ze wel of niet zo'n systeem gaan aanschaffen. Wat wij hebben gezien is dat als je zo'n IBC tank hebt, dan zetten we om en bij tussen de 30 en de 50 vissen. Die kunnen 100 plantjes onderhouden. IBC tanks. Dit is een 1000 liter tank. Dus als je zo'n tank hebt. Je hebt sommige mensen al die zeggen ik heb al een vijver, dan is het wat makkelijker voor ze. Maar mensen die niet hebben, dan raden we zo'n IBC-tank aan. En 30 tot 50 vissen.
En die kan om en bij 100 plantjes voor je onderhouden. 100 plantjes. Jammer genoeg is mijn taartblad niet groot genoeg. Ik heb in anderhalve maand heb ik 3 tentoonstellingen meegedaan. Die dingen hebben een beetje een vreselijke klap gekregen. Ze zijn nu weer aan het opkomen. Omdat dit het model is die ik hier thuis heb en die gaat ook zo naar de tentoonstelling. Dus ik heb geen aparte grond om te zeggen van, hey, ik zal even wat mooier voor jullie zetten. Maar ja, dit is de realiteit. Dus ik vind het beter zo. Niks is perfect. Dus ik laat de mensen ook zien zoals het is. Je ziet mijn soepgroenten, ze zien er een beetje gelig uit. Maar dat zou ook best kunnen, omdat het heeft nu een hele tijd geregend. Maar mijn bak loopt nooit over. Te veel aan water gaat automatisch eruit. Dus soepgroenten heeft een ietsjes hogere voedingsgehalte nodig dan de rest. Zij hebben een ppm nodig van 1500. Dus ik zou eigenlijk mijn water moeten meten om te kijken of ik zoveel nutriënten erin heb. Aangezien ik weet dat het water sinds de regentijd constant ververs wordt. Te veel water gaat eruit, ook de nutriënten gaan eruit. Dan denk ik dat de ppm daarin te laag is. Dat is de hoeveelheid zouten van de vissen. Dus laat me zeggen, de scheiterij van de vissen. De meststoffen zijn te weinig, laat me het zo zeggen. De meststoffen zijn te weinig daarin. Maar als het even weer 1-2 weken niet regelt, dan begint dat zich weer op te hopen en op te bouwen. En de hoeveelheid komt weer op en dan is het weer normaal. Dit is een proces, dat is een proces die je kan hebben. Ook als je commercieel gaat, zou je dit kunnen hebben. Want stel is dat je een probleem in je tank krijgt, waardoor je je watervolume moet gaan verminderen en opnieuw moet vullen. Dan ga je dat even voor een weekje hebben. Maar dit is normaal in de wereld. Je moet er zorgen dat je het niet hebt natuurlijk. Maar goed, bij mij maakt het niet zoveel uit. Omdat ik weinig ruimte hier heb. Normaal zou ik nog een tank moeten hebben waar ik water opsla. Maar omdat ik dat niet heb, dan gebeurt het maar zo. Dus, je kan ook straks voorzien, heb ik tilapjes in een aquarium. Je gaat ze zien, die zijn wit van kleur. Hoe donkerder het water, hoe roder hun kleur gaat zijn. Hoe lichter het water, hoe lichter ze van kleur gaan zijn. Dat kan je straks voorzien. Je ziet in het water hier, ze zijn ietsjes donkerder in het water, maar voor zijn ze lichter van kleur. Ga je ook bij de kukus zien. En mensen die dit niet willen doen, heb ik hier een ander systeem, dat is de hydroponic. Hierin zet ik wel meststoffen bij. Bij dit systeem zet ik wel meststoffen erbij. En ik zei net, ik had een paprikaatje hier. De boom is om en bij nog geen 30 centimeter. En je ziet alle paprika. Klein bloemen, klein vruchtje eraan al. Je ziet dat hij zelfs gaat bloemen weer. Maar we weten dat paprika en zo het ook heel goed doen. Ik heb paprika hierin, ik heb tomaat. Soepgroenten. En hier is wel constant water. Is het niet worden de fruit gevoerd? Nee. Hierin zet ik zelf meststoffen bij. Hierin voeg ik ze toe. We zetten zelf meststoffen hierin bij. Ik zie nergens waar ik je kon laten zien hoe de wortels eruit komen. Ook hier gebruiken we spons. Is een makkelijke medium. De wortels groeien er makkelijk doorheen. Ja, dit noemen ze deep water culture. De foam die drijft op het water. Dit noemen ze deep water culture. Dat is een buizensysteem. Deep water culture noemen ze ook raft system. Ik had een drip. Dit is heel goed gelopen op de beurs. Een self-watering drip system. Ik zal even water vullen. Dus ik hoef me niet druk te maken om planten water te geven hoor. Ik zal even wat water vullen uit mijn tank. Meestal pak ik mijn water hieruit. Dat is toch al bemest water.
ik heb dit systeem zelf gemaakt. Omdat mensen altijd knoeien in huis met planten water geven, dan ben je niet thuis. En heb ik dit systeem bedacht. En die zet ik gewoon zo erin. En je ziet, hij geeft automatisch water. Ik kan zelf afstellen hoeveel water ik wil hebben. En dan gaat hij door. En dan geeft hij automatisch water. Ik bepaal zelf hoeveel water die de plant krijgt. En als je dit laat druppen, dan is het om en bij 18 uur kan hij drippen. Je bepaalt zelf hoeveel flow water je wil hebben. Hoe langzaam het water gaat vallen. Dat bepaal jij zelf. Je ziet, dit is heel erg langzaam. Je kan hem opvoeren als je meer wil. Hoe verder je de kraantje opendraait, hoe meer water eruit komt. Dus zo zet ik mijn fles en dan ben ik er klaar mee. Dus. Dit is een ander systeem. Dit is noemen we een bucket system. Hetzelfde als de hydroponic, wat ik daar doe. Alleen heb ik hier, is hetzelfde. Hier groeit alles op water ook. We hebben dit systeem meer een beetje geïntroduceerd. Voor de huismensen, keukenmensen. En makkelijk als je thuis hebt. Je wil wat soepgroenten hebben. Je oogst wat soepgroenten. Je oogst je soepgroenten en je gaat weer naar binnen. Is makkelijk. Voor in de keuken, je zet dit op je balkonnetje. Je kan nog wat basilicum erbij hebben. Deze plantjes zijn om en bij 3 weken nu. En ze zitten constant in mestwater. Wat voor mest gebruik je? Dit is speciale bemesting. Voor de hydroponic is speciale bemesting. Wat wij gebruiken komt uit het buitenland, komt uit Canada. Dat is CNS-17, gebruiken wij. En het enige wat je moet doen is je ppm meten. Kijken hoeveel waardes je erin moet hebben. Je ziet daarin, ik heb 1 bakje die een beetje vervelend eruit ziet. Er was een miscommunicatie geweest tussen mij en mijn vrouwtje. Ik had meststoffen bijgedaan. Maar ik denk dat zij ook weer meststoffen heeft bijgedaan. En toen ik ben komen meten, was het boven de 2000. Hoe meet je dat? Ik heb voor een meter, ik kan het straks voor je laten zien. Is boven de 2000, dus de plantjes zijn een beetje, hebben te veel schade gehad. Maar hij komt weer bij, want ik heb hem al aangepast. En deze komt weer bij. Dus met een paar dagen komt het weer goed. Ik ben hier bezig met een aardbei. Het schijnt dat aardbei het heel goed doet in Suriname. Ja, ik heb een aardbeiplantje hier gedaan. En laten we even kijken wat er gaat gebeuren. Ik heb ze gehad, een kennis van me heeft ze gehad, ze doen het hartstikke goed. Ze zijn ook zoet, dus mocht dit goed komen, dan laat ik jullie weten. Dan is je ook heel simpele manier om het krop slag te doen. Ja, deze slag kennen jullie niet volgens mij. Is gewoon hoor, maar proef hem. Deze sla heb je nog niet gehad. Deze sla is pittig. Zoet en met de peper. Met de pepersmaak, ja. Mustard salad noemen ze hem. Er wordt in India heel veel gebruikt. Van mij gebruiken ze hem ook veel bij sushi. Ja. Dit. Maar je ziet hoe scherp die is. Ik heb niks bij gedaan, nog geen peper, niks. Maar hij is vreselijk scherp. Ja. Ik weet niet of je voorzichtig een shot zou kunnen nemen van die tilapia's daar. Dit zijn tilapia fries. Ik heb om en bij 3000 hier in een bak. Ik zou ze niet kunnen krijgen met eten. Ik probeer het daar in die hoek voor je te maken.
Je ziet dat ik ook met eenvoudige spullen werk. Je kan ook vistanks laten halen uit het buitenland. Dit is gewoon hout. Pellethout. In de bouw, wanneer mensen klaar zijn met bouwen, heb ik wat hout genomen. Ik heb folie gekocht en ik heb het getimmerd. En daarin doe ik mijn vissen. Bouwfolie? Nee, dit is geen bouwfolie. Dit is speciaal vijverfolie. Dit is speciaal vijverfolie. Dus het water zit gewoon in folie? Ja, dit is gewoon in folie. Het is gewoon een houten bak en daar zit de folie erin. Hoeveel ongeveer zou het kosten als je zo'n bak zou willen? Dat hout kan je heel goedkoop krijgen. Je kan dat hout bij iemand gaan halen die aan het bouwen is, die klaar is met bouwen. Dat hout waarmee ze storten, dat gooien ze toch weg. Dus dat hout heb ik meegenomen en ik heb een bak van gemaakt. En je zou alleen maar je vijverfolie moeten kopen. Je hebt verschillende prijsklassen in de winkel. En je moet je afvoer maken, dat je je water constant moet kunnen filteren. Omdat ik hierin kukus had, is dat niet zo'n probleem. Dit was meer mijn grow-out tank. Dus ik haal mijn water, ik drain mijn water anders. Maar dit spul gaat allemaal naast die andere daar. Ik denk dat je het meeste kwijt bent aan die folie. Die folie, deze wat ik hier heb, is een Europees model. Daar geven ze 30 jaar garantie op. En dit kost je per 1 meter bij 8 meter kost het je al 240 of 320 SRD per 1 meter bij 8. En voor zo'n bak, dit bak is om en bij een meter, moet je nagaan dat je om en bij een 4 bij 4 meter nodig hebt. Dus ik denk dat je op een 800 tot 1000 SRD komt, nou, op 4 meter, 4 bij 4 meter. Ik probeer met spullen te werken die hier te krijgen zijn. Want als je alles moet laten halen, we hebben beperkte middelen hier, dan kom je veel duurder uit en dan is je hobby. Voor mij is het geen hobby meer, voor mij is dit mijn. Dit levert me mijn centen op. Straks moet dit mijn hoofddingen gaan worden. Dat brood op tafel moet gaan zetten. En daar is een grote vraag naar nu hoor. Men begint in Suriname bewust te worden van, eten, voedsel, vis, waar komt het vandaan? Je weet het nu niet, wat op de markt is, je weet niet waar het vandaan komt. Dus straks LVV, mensen die vis gaan kweken, het gaat in samenwerking gebeuren met LVV. Dus LVV zal ook straks zeggen van, dat bedrijf daar die vis kweekt, is schoon vis, is gecertificeerd of wat dan ook. Men kan vandaar, als je vis vandaar koopt, is het veilig. Vis uit het binnenland, je weet niet wat je op de markt krijgt. Mensen komen hier in de Boomskreek, kunnen ze vissen en ze gaan daar brengen. En in de Boomskreek is allemaal riool. En jij weet het niet. Je koopt het. Dus zullen we voorkijken? Dan laat ik jullie voor even die andere tilapia zien. Je ziet hier dat ik deze tilapia in schoon water heb. Je ziet ook dat de kleur van ze lichter is. Ze hebben een lichtere kleur. En dit zijn mijn broedparen. Zo zet ik ze. Jammer genoeg hebben ze nog niet gelegd. Want een vrouwtje neemt de eieren in de bek voor om en bij een maand. Als ik dat zie, dat ze gelegd hebben, dan strip ik ze. Ik haal de eieren weg. En ik broed het automatisch. Dit is mijn broedsysteem. Maar hij is nou niet in gebruik. Dan wordt alles hierin gezet en dan broed ik ze via dit systeem uit. Ze legt het daarop, op de bodem. De mannetje bevrucht het en ze neemt alles weer direct in de bek. En dat heeft ze 3 weken lang. Blijft ze dat houden totdat ze kunnen zwemmen. Maar ik zie dat. Dat wil zeggen dat ze 3 weken ook niet eet. Ze gaat ook niet kunnen eten, omdat die kleintjes die eieren in de bek heeft. Dus als ik dat zie, dan strip ik hem, dan moet ze strippen. Ik zet het in mijn systeem en mijn systeem broedt het zelf uit. En na 2-3 weken kan ze weer leggen. Dan legt ze weer. En die eieren komen dan hierin uit. Ze gaan dus constant
hierin een motion hebben. Op het moment dat ze uit zijn gekomen, dat ze free swimming zijn, in het begin gaan ze allemaal nog beneden zijn. Wanneer hun eidooier op is, dan zwemmen ze naar boven, vallen ze via dit, vallen ze hierin, dan blijven ze in dit grote bakje. Ze kunnen hier niet uit, ik heb een filter daar. Maar het te veel aan water gaat weer hierin en dit pompt het water weer constant. Je ziet dat ik het met simpele middelen heb gewerkt, gewoon hout. Dit systeem heb ik zelf gemaakt. Je ziet veel op internet dat mensen het zelf maken, heb ik zelf ook gedaan. Je hoeft alleen maar je koppelingen te kopen en ik heb het systeem gemaakt. En het werkt perfect. Ik had ook van deze dingen 5 kunnen kopen, zou je om en bij 1500 US kosten. Maar ik heb hetzelfde effect bereikt met dit ding hier. Het gaat erom dat ik productie moet halen, ik moet broeden. En of je nou met spullen gaat werken die veel geld kosten of met simpele middelen die hier te krijgen zijn. Voor mij moet het effect hetzelfde zijn. Dat zie je in het buitenland ook. In Amerika werkt men veel met... Ja, de middelen zijn daar beschikbaar, zijn goedkoop. In Suriname is dat niet zo. De fles kost je al 250 US om en bij. Als je hem naar hier moet sturen, kost het je misschien nog een paar honderd dollar erbij. Is het niet waard? Begin hiermee. En misschien dat ik later overstap daarna. Dan ga ik zeggen van, hé, ik ga professionaliseren. Maar vooralsnog werkt dit prima. En ik broed ze hierin. Omdat ze achter in de vijver heb ik veel water. Water is constant daar. Water is 26 graden om en bij. Gaan ze niet broeden. Tilapia broedt 27 graden en hoger. En hierin kan ik het makkelijk halen. Als ik ze hier... Ik heb ze pas ingezet, hè, een paar dagen geleden. Met een week, 2 weken, dan kunnen ze al gaan leggen. Maar is dat die rode ook hier? Dit is de rode tilapia. Omdat het water schoon is, hè. Hoe schoner het water, hoe lichter ze van kleur. Hoe donkerder het water, hoe donkerder ze van kleur worden. Het water speelt een rol. De? In Suriname hebben we geen ras-echte rode tilapia's meer. Je gaat zien dat ze vaak al zwarte stippen krijgen. Deze zijn gebroed totdat ze die kleur hebben gekregen. Dus in principe gaan ze nu weer terug. Dus elke keer dat je broedt, gaan ze weer terug naar de oorsprong. Wat ik ga doen in de toekomst. Ik ga waarschijnlijk ook mijn broedparen moeten laten halen. Want als mensen straks commercieel vis gaan kweken, dan moeten mensen mannetjes krijgen. Want als je ze vrouwtjes gaat geven, zodra een vrouwtje een 10, 15 centimeter heeft bereikt en ze is geslachtsrijp, dan wil zij niet meer gaan groeien. Dan wil ze nu alleen maar gaan leggen. En mensen die commercieel vis gaan verkopen, moet dat niet hebben. Je wil grote vissen hebben. Want je gaat dezelfde tijd, geld, voer instoppen. En die mannetjes worden groter, maar die vrouwtjes blijven klein. Dat is geldverlies voor die man. Voor degene die vis kweekt. Dus om dat te voorkomen, ga ik waarschijnlijk straks supermeals laten halen. Supermeals, zodra ze kleintjes krijgen, is 98% allemaal mannetje. 98% wordt mannetje. En dat is wat die man wil hebben. Dat is winst voor die man. Dus daar ga ik later op. Op dit moment gaan we werken met een hormoon. Er is een hormoon die je 21 dagen moet toedienen, zodat alle vrouwtjes mannetjes worden. Er is een middel daarvoor, heet 17 alpha-methyltestosterone. Dan worden ze allemaal mannetjes. Alle vrouwtjes worden mannetjes. Maar we moeten eerst kijken of dat, hoe makkelijk dat te vinden gaat zijn, die middel. En of het niet schadelijk is voor de gezondheid. Dus dat moeten we nog gaan onderzoeken. Als dat schadelijk blijkt te zijn, dan gaan we daar niet mee werken. Dan gaan we gewoon werken met de supermeals. Het zijn dure vissen. Een paar kost je al rond de 1000 US. En het is maar, je kan ze misschien tot 6 tot 8 maanden gebruiken. En daarna moet je ze weer verkopen. Want dan zijn ze al uitgebroed. Dus je gaat constant nieuwe moeten laten halen. Ik had het voor net ook over het voedsel dat ik heb. Dit is het. Dit is nu uitgebroed. Dit is nu uitgebroed. Wanneer het niet uitgebroed is, dan is het bruin. Zijn ze nog bruin? Dit is nu al 2 dagen aan het broeden. Dit moet ik in zoutwater broeden. Dit is een
noemen ze Napoli, noemen ze brine shrimp. En dit komt uit een meer in Amerika, heet Salt Lake City. En daar is het vreselijk zout. Het is zo zoutig, er kan niks, geen vis daarin leven. Maar deze beesten leven erin. En wanneer ze komen, zijn ze gedroogd. Het is een ciste. En die heb ik boven in de koelkast. Daar staat, oh nee, ik heb een beetje hier ook. Zo komen ze. Dit is gedroogd. Ik heb hier nu zeker een miljoen van die beestjes. Ja. Dit zijn gedroogde, dit is een ciste. En ze leven, maar dit zijn, het moment dat de omstandigheid van ze niet matcht om uit te komen, dan drogen ze in. En dan wachten ze totdat het moment goed is en dan komen ze weer uit. Dus het zijn vissen die daar broeden? Nee, het zijn hele kleine kreeftjes. Het zijn de kleinste kreeftjes die er zijn. Ja, hoe oud is ze ongeveer? Dit is om een beetje 24 uur moet ik ze broeden. In zoutwater? In zoutwater. Ja. Het is een bepaalde zoutgehalte die ik moet doen. Ik kan jullie straks even laten zien wanneer ik ze kan oogsten. Maar dan ga je even moeten wachten. Ja. Oké, dan kan ik het even straks laten zien. Dit moet ik straks met licht gaan oogsten. Ja, met licht. Dus ik zal dit straks even stoppen. Ik zal hem beneden hangen. Ik zal een zaklamp erbij zetten, want de eitjes die uitgekomen zijn, die gaan naar boven. En de beesten die komen naar het licht toe. En dan ga je straks zien, als ik ze heb laten zien, dat alle oranje hier gaat zitten. En die oogst ik dan, die was ik en die geef ik dan weer, die voer ik dan weer aan de vissen. Dit is levend voer, nee, dit is levend voer. Sommige vissen hebben levend voer nodig om te overleven. Sommige vissen hebben levend voer nodig. Deze vissen maakt het niet uit. Je kan ze gewoon voer geven, ze eten. Maar bepaalde vissen hebben levend voer nodig. Ze moeten, kukui bijvoorbeeld. Ze moeten getriggerd worden om te gaan jagen. Dat is wat ze weten. Anders overleven ze niet. Ik hoop dat deze wel lukt. Je gaat straks ook zien dat hierin, het begint al oranje te worden hierin.
Je ziet boven ze is helemaal bruin. Dat zijn de lege schalen. Dit zijn die levende beestjes nu. Ik zal ze even afspoelen. Ik zal ze even in de spand zetten. Kan je ze zien bewegen? Je ziet ze wel bewegen, toch? Mm-hmm. Vertel wat je ermee doet. Ja. Ik zal deze maand vissen wat geven. Je ziet, de vissen zijn nu niet actief, hè? Ze zijn nu niet actief. Op het moment dat het erin gaat. Zie je ze eten? Ze zijn in één keer allemaal actief geworden. En je ziet ze allemaal jagen. Dit is een nest van een bertha. Ik heb een paar gezet hier om te nesten voor me. Ik weet nog niet of er eieren zijn, maar de nestjes zijn gebouwd. Maar het schijnt niet dat het gelegd nog is hoor. Want ik zie de vrouwtje ook nog daaronder. Dus ik denk dat ze wel zullen gaan leggen. Want zolang die niet klaar is, mag het vrouwtje niet bij het nest komen. En het vrouwtje zit nu wel bij het nest, dus ik denk wel dat ze over zullen gaan tot broeden. Ik zie de mannetje komt ook omhoog. Waarom plastic? Dan leggen ze daartussen, daaronder. Ze moeten iets hebben om tegenaan te leggen. Zet ik een stukje plastic en dat ding dan als nesthouder. Ik heb hierin ook kleintjes, fraais.
Hier heb ik al wat grotere. Ik kan ze van andere nemen. Dat maakt ook wel. Ik kan ze ook even voor je voeten.